Hey, hallo, Corine hier. Nou, vandaag gaan we weer eens een kaart maken met de herfstcollecties van Studio Light. Aangezien het ook herfstig weer gaat worden, vandaag de laatste mooie dag, zeggen ze. Dacht ik, oké, ik heb nog het een en ander aan restanten en ik heb geen video staan. Dus ik pak eigenlijk overal wel wat uit. Ik had dit vogeltje. En toen dacht ik, hey, misschien is het wel tof om de mal van Kraftlab te gebruiken. Deze. En je zou zeggen, dat past niet. Nee, dat klopt. En dan moet ik ook even denken welke ik ga pakken. Ik denk eigenlijk de grotere. Dat ik deze hiermee uitgestanste. De kleinste laat ik even weg. En het is echt gewoon een kaart van begin af aan. Dan zit ik alleen te twijfelen. Ga ik hem aan deze kant doen? Of ga ik hem aan de andere kant? Ik denk eigenlijk aan deze kant. Yep. Dan gaan we hem zo uitstansen. Moet ik hem wel even vastplakken, want anders komt er natuurlijk niks van terecht. Dan zit hij dadelijk helemaal scheef. En hebben we ook weer niks. Dus, ja, het was eigenlijk de bedoeling dat we vandaag nog... En misschien kan het nog hoor, ik weet het niet. Maar zoals het er nu uitziet, vind ik het niet zo fantastisch buiten. Maar in eerste instantie wilde ik nog een rondje gaan fietsen. Maar, wat niet kan, dat kan niet. Even zien. Ik plak hem hier vast en ik plak hem daar vast. En dan hoop ik... Zal ik er nog eentje doen? Daar aan de bovenkant. Dan trekt hij hem hopelijk ook niet scheef. Zo. En dan deze. Ik heb hier nog wat bruins. Die heb ik natuurlijk ook niet helemaal nodig. Even zien wat ik daarvan nodig heb hoor. Hoe breed ik hem dan moet pakken om hem uit te stansen. Want dan kan het natuurlijk mooi in één keer. Zal ik hem ietsje breder pakken? Zal ik hem net voorbij het puntje pakken? Dat is misschien heel onverstandig. Kijk, er zit daar ook een punt aan. Bij het vogeltje ben ik voor het puntje geëindigd. Laat ik dan hier even na het puntje eindigen. Even mijn snijplaten erbij. Dan kan je dus ook zien dat ik gewoon ook echt van begin af aan start. Ik weet dat er soms wel eens mensen een probleem hebben met van, ja, maar hoe begin je dan nou echt? Meestal heb ik dan eigenlijk alles al uitgestanst liggen. Kijk, ik ben echt heel slecht bezig geweest. Ik heb mijn plaat niet schoongemaakt. Maar laat ik dit er nou in zitten, die kleine kruimeltjes. Die zie je dus wel mooi. Ja, niet mooi, maar die zie je wel op je, in je afdrukken. Dus dat wil ik niet. Nou, dit kan dus gewoon in één keer, zoals je ziet. En nou heb ik alleen één ding hier, die. Ik doe eigenlijk niet slim. Ik ga hem zo pakken. En waarom? Dan kan ik er daar nog een rand uitstansen. Haha. Dan heb ik denk ik twee vliegen in één klap. Kijk, want ik heb ook nog een randje. Ha. En die is uit een wat oudere JMA collectie. Nou, die kan nog mooi hier liggen. Dan heb ik in ene keer alles gestanst. Althans, van het grotere. Wat niet door mijn kleine machientje past. Nou, dan had ik dus een strook karton. En je ziet, dit is wel iets of wat verkleurd. Dus dat hou ik aan de achterkant. Dus deze net zo groot. Het is in gesneden, dat is een beetje jammer. Op den duur gaat toch je karton iets verkleuren. Dat is wel zonde. Ja, dat is niet anders. Ik moet even kijken hoe ik hem in zijn geheel qua grootte heb hoor. Misschien heb ik hem al veel te groot. Dat weet ik niet. Ik ga hem nu dubbel vouwen. En dan snijden we er gewoon nog een stuk af. Ik kan hem natuurlijk ook wat smaller maken. Maar aan de achterkant zie je daar niks van. Niet zo moeilijk doen, hè. Ook een beetje zonde om je papier zomaar weg te knallen. Want ik denk dat ik hem op rond de 15 hou. Die kant is redelijk recht. Ik zal hem er even een keertje omdraaien. En dan kan ik hem hier op die 15, op die rand houden. Die naad. Dit punt.
Ja, ik vind het dan makkelijker om het op deze machine te doen. Nou, zie je, hij komt ietsje korter. Dus ik moet hem aan de andere kant ook ietsjes nog inkorten. Dan is hij wel mooi gelijk. Zo. Nou, dat is het afval. Dan gelijk in de bak. En dit wordt natuurlijk een beetje een mannelijke kaart. Want ja, die beetje donkerdere tinten vind ik wel meer voor een mannenkaart. Nou, daar hebben we in één keer alles gestanst. Dat is wel heel makkelijk, hè? Huppakee. Hebben we dat niet meer te doen. Dat is dan wel, omdat ik dat natuurlijk in mijn hoofd heb. Even kijken of ik mijn machine een beetje aan de kant kan zetten. Zodat alles weer kan staan. Zo. Nou, dan gaan we het even netjes recht maken natuurlijk. En dan heb ik toch wel mijn papier redelijk optimaal gebruikt. En dat vind ik wel, wel fijn. Wat ik in deze ook gebruik is de Shades of Brown en de Shades of Orange. Deze peperpetjes. En die zijn gewoon heel fijn. Als je echt bepaalde collecties van Studio Light koopt, eigenlijk moet je al die kleurtjes hebben. En we zeggen, ja, je kan makkelijk kletsen. Maar ik vind wel, anders pak je zo snel mis. Kijk, nou, dit is toch netjes. En dan komt hier dus een randje overheen. Niet deze rand, die komt daar weer. Op deze manier natuurlijk wel de goede kleuren boven. Dan gaan we even passend kleurtje designpapier erbij zoeken. Even kijken waar ik dit even laat. Hopla, even op de magneetmat, dat is makkelijker. Zijn we daar even vanaf. Ik wil eerst in ieder geval hier een dingen erop hebben. Nou is die natuurlijk wel vrij smal. We gaan hem meten. Nee, niet smal. Hij was iets minder dan 15, dacht ik. Nee, hij is 15,2. Bij 15,2. Dan heb ik gewoon goed gemikt. Dan gaan we hem snijden. 15,2 bij 15,2. Op 14,8 bij 14,8. Zo. Even kijken ook weer. Dus mijn riller. Dat is net andersom, hè. Zodat we die gewend waren. 14,8 bij 14,8. En dat moet net kunnen, hè. Dat is precies, hè. 14,8 bij 14,8. Even kijken. Is dat er niet te krappies? Nee, dat is netjes. 14,8 bij 14,8. Hoppakee. Is mijn randje dan wel lang genoeg? Yes. Grutte. Alsof het zo moest zijn. Kijk, en dan kan je ook altijd nog deze ook nog weer bewaren. Want dat is op zich ook nog een leuk randje. Voor een notitiedingetje of zo, hè. Nou wil ik in ieder geval hierop een... En dan had ik bedacht deze. Die vond ik gewoon heel mooi. Matcht mooi bij mijn vogeltje. Dus die wordt 14,4 bij 14,4. Komt nog meer op hoor. Ik vind het altijd leuk om een beetje kleurtjes bij elkaar. Niet te druk. Maar eigenlijk kan dat dan ook niet. Want je hebt, hoe heet dat? Alles uit één serie. Oh, dat blad houden we erin. Ja, nou pak ik er dan wel twee. Je ziet dat ik altijd gewoon van onder naar boven. Ik vind het makkelijk, hè? Want dan ligt hij vast. Dan kan je, als je hem dit doet, dan kun je hem naar je toe trekken. Kun je hem scheef trekken. Dus je moet hem echt tegen je rand aanhouden. Hup, snijden. Dan zit je eigenlijk altijd goed. Eens kijken. Zal ik dat lijmpistool aandoen? Dat denk ik maar van wel. Dit blad vind ik leuk aan deze kant. Het was er net wel even zoeken nog, voordat ik kon starten naar mijn... basiskartonnetje, wat eronder dus zit. Maar ik wil dat dan wel ook in diezelfde herfsttinten hebben. En dat kleurtje matchte dan eigenlijk wel weer mooi bij het vogeltje. Nou, dan gaan we deze even opplakken en dan kan ik hem recht afsnijden. Dan heb ik het beter beeld bij, maar dan heb ik er geen goed beeld bij. En dan moeten de raderen, die draaien, hè? Hoe verder? Nou ja, eigenlijk, ik had bedacht, dit wordt een mannelijke kaart. En je kan er een beterschapskaart van maken, een verjaardagskaart, wat je leuk vindt, wat je nodig hebt.
Meesten vinden voor de mannen altijd een beetje lastig. Nou had ik net ook een rand te pakken. Ik dacht van, oh, dat vind ik ook een hele toffe rand. Dat was al een hele oude van de JMA collectie. En die vond ik echt heel gaaf. Maar ik denk, nee, dat wordt te vrouwelijk. Dat kan dan ook, hè. En deze rand, die vond ik dus, ja, top. Nou, pakken we deze jongen er even bij. En hoop ik dat ik niet ga vergaan, zal ik maar zeggen. Kijk, en ik heb toch iets scheef geplakt, zie ik wel. Want hij is aan de onderkant. Soms lijkt dat, maar het lijkt niet hoor, het is zo. Dus dan gaan we even een beetje rechter maken. Zo. Zo is het redelijker. Misschien valt hij er dadelijk toch onder. Dat denk ik eigenlijk. Kijk, die komt hier te zitten. Die wil ik daar hebben. Daarom gooi ik nooit die kleine stukken allemaal gelijk weg. Want het kan zomaar zijn dat ik nog een randje nodig heb. Even zien wat er nog meer bij past qua kleuren. Ik wil hem niet heel somber maken. Dit vind ik dus bijvoorbeeld heel somber. Dit vind ik er te veel op lijken. Dat groenige, dat kan er in principe ook leuk bij. Of dit groenige. Dit is wat lichter. Heb ik daar geen restje van? Nee. Dit groenige gaat er sowieso ook nog bij. Misschien ook wel de... Oh, wacht even. We pakken die tak. Jee. Pakken gewoon een gedeelte van die tak. Zo. Oh. Nee, ik zat wel goed. Kijk, die komt dan hier. En dan komt daar een randje overheen. Die is wel breed deze nu hoor. Maar misschien kan het wel. Of ik ga hem toch gewoon zo erop zetten. Dat kan ook. Ik denk het. Ik denk dat ik hem er zo op ga zetten. Ik wil altijd nog iets van een touw of zo erin jassen. Of niet. Even kijken. Ik moet een strookje van dat bruin. Van dat, ja, bruin. Want daar wil ik gewoon een recht stuk. Oei, dan hoop ik dat ik genoeg heb, jongens. Gaan we niet te breed pakken. Want ik moet een randje hier achter hebben. Ik denk toch er overheen laten vallen. Dan ga ik dit bladrandje ietsjes smaller maken. Ja, deze komt smaller. En welke kant pak ik dan smaller? Blijft eigenlijk om het even. Hij is gewoon helemaal leuk. Oh. Even mijn mes naar de andere kant, anders trek ik hem scheef. Zo. Dit ga ik even gewoon aan elkaar plakken, de randen. Want ook dan heb ik weer een beter beeld. Dan kan je over elkaar, onder elkaar. Dan kan je het weglaten zoals je denkt van, oké, ik vind het zo leuk. Soms verander ik ook helemaal. Ik hoop niet dat jullie daar een kiddewietje van worden. Want ik kan echt, als ik helemaal bezig ben, dan dat ik denk van, oh nee, maar ik kan hem beter deze daar. Snap je? Dus ja, zo ben ik bezig altijd. Maar ik wil het wel de randjes op elkaar hebben. Dat ik wel precies heb van, ja, nou zo komt het er dan ook echt uit te zien. En er zijn natuurlijk op internet zat sketches, noemen ze dat. Een sketchkaart. Sketches te vinden, daar kijk ik nooit naar. Het komt uit zoals het uitkomt. Kijk, nou, hij valt er dus gewoon mooi achter. Vind ik mooier. Dan denk ik dat ik er toch nog wel een ander kleurtje hier ergens van achter wil laten komen. Dus ik ga even kijken wat ik nog heb, wat erbij matcht. Want ik heb hier nog een blokje. Dat is weer ander groen, dus ook met de blaadjes. Dit is te licht, denk ik. Ja, dat vind ik... Oh, dit is ook wel heel mooi. Wacht even, hier heb ik mijn teksten.
Dan is het wel dadelijk overal plat. Maar toch vind ik dat op zich wel heel mooi. En dan ga ik hem daardoor snijden. Ik ga dat denk ik doen. Even kijken wat er nog meer in zit hoor, wat matcht. Ik vond die blauwige eigenlijk een beetje, of die blauwige, die, dat ene blad ook wel heel mooi. Deze vind ik ook erg mooi. Gaat het die worden? Ik vind het toch denk ik een beetje te veel van het goede hetzelfde. Nee, dat wordt hem niet. En dit is eigenlijk, en dan zie je die bomen. Zie je stompen van de bomen, zeg maar. Is dat storend? Nou, ik denk dat ik dat niet zo tof vind. We gaan er even terug. Oh, wacht even. Ik heb nog een blok natuurlijk. Ik heb mijn Everlasting nog. Even zoeken waar ik die heb gelaten. Ja, alles zit in andere bakken. Dus ik moet zoeken. Dat is een kerstbak. Dat is een kerstbak. Nee, dat is een andere bak. Dan moet hij hierbij zitten. Misschien heb ik hier nog wel iets wat ik denk van. Dat matcht ook mooi. Dan moet het wel een beetje in de... Dat vind ik niet. Nee. Nee. Vind ik geen mooie tint bij elkaar. Nou, dan wordt het denk ik toch even terugpakken naar die groenige. Met de blaadjes. Toch het eerste react wat ik dacht. Dit zijn ook blaadjes, maar die zijn te licht. Nee, nee, dit wordt hem niet, dit blok. Dan denk ik toch dat blad hier. Ja. Prima. We gaan hem even snijden. Gewoon even een reep eraf. Want dan heb ik daar wel een hoek met die blaadjes. Oh, ik dacht al, zit die nou scheef? Ook weer niet al te groot. Oh, verkeerde. Niet te grof. En dan doe ik daar nooit een randje aan. Want anders vind ik het, dan wordt het te veel, zeg maar. Dus deze komt dan, zou dan hier kunnen komen. Dan komt die daar boven over. En die daar weer over. Daar nog een bruin randje. Dus ik heb nog twee bruine randen nodig. Yes. Dan zijn we er verder, denk ik. Dan willen jullie natuurlijk weten hoe breed alles is. Oh, verkeerd. Het zal niet de laatste keer zijn dat ik de verkeerde kant plak van een... van de riller of de snijer. Oh, blijf hangen, alles alstublieft. Kijk, en daarom plak ik het nog niet allemaal precies gelijk op. Daar wacht ik meestal mee. Wel een randjes. Die gaan er wel op. Ja, ik had van de week een online workshop waar ik aan mee mocht doen. En dan heb ik geen extra video. En ik had me eigenlijk voorgenomen na mijn operatie en herstelperiode om weer gewoon netjes... twee keer in de week een video te posten. Maar dan moet dat natuurlijk wel lukken, hè? En ik heb ook zoiets van, ja, ik moet ook wel materiaal hebben wat ik leuk vind om dan te gebruiken. Dat ik niet te vaak terug moet pakken. Dat vind ik dan ook weer niet leuk voor jullie. Maar ik dacht, ach ja, de herfst. Dat is wel één ding waar ik altijd om gezeurd heb van, kunnen er niet iets van herfstblokken komen? Dat zijn gewoon de mooie kleuren. En ik vind dat je dan gewoon echt een mooie mannenkaart kan maken. Nou, dan plak ik eerst even wegleggen. Kijken of het echt naar mijn zin is. Kijk, die komt er iets overheen aan de ene, aan beide kanten. Vind ik niet erg, dan snij ik het dadelijk af. Die komt daar. Dan komt die daar. Nou, top. Dan heb je toch niet dat het hier een beetje saai is. Ik wil daar iets van een strik. Ik kan er
ook voor kiezen om hem hier te laten lopen en hieronder af te snijden. Kan ik ook nog doen. Ik kan ook nog zeggen dat ik hem daar laat lopen, maar dan is die te breed. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga deze gewoon hier aan de onderkant vastzetten. Niet miepen, plakken. Nou weet je, je zit dan met die hoogteverschillen en dat is geen punt hoor, want dan pak je gewoon foamtape. Dus, maar daar zit ik wel naar te kijken. Wat ga ik dan weg laten vallen, zeg maar. Of hoe ga ik hem eraan zetten. Ik denk een beetje zo. Volgens mij zijn ze al, zouden ze bang zijn van onweer of zo. Ik hoor van die bonken. Soms doen ze dat om de buien uit elkaar te laten knallen. Ik moet ook zeggen, wij hebben hier heel weinig onweersbuien. Gelukkig. Daar zitten we echt niet op te wachten natuurlijk. En, maar het is heel vaak, als ze dus echt vet onweer afgeven, dan breekt het hier heel veel op de kop van, van het water. Van de zee. Maar er is een appelboomgaard in de buurt. Het andere eiland wel hoor. En die zit daar natuurlijk niet echt op te wachten. Want zijn fruit hangt er nog op. En hij wil natuurlijk wel lekker fruit hebben. Nou, die komt hier. Die moet ik dus iets overlaaien. Iets omhoog. Hè? Want zie je, hij gaat dit doen. Dat ga ik eerst doen. Want ik ga het toch gewoon zo houden zoals ik het in mijn gedachten had. En die komt er boven overheen. Ik vind dit gewoon helemaal leuk. Ja. Oké, dus. Oh ja, ik zal zo even meten hoe dit is. Maar ik ga dit even vastplakken. En dan moet ik foamtape niet te dik. Dan ga ik dadelijk nog weer een tandje dikker. Ik denk dat ik het met deze kan redden. Plak er even een stukje op. Dat hoeft helemaal niet zoveel. Als het net aan het bovenrandje zit, is het goed. En dan gaan we even proberen. Zie je, dan kantelt hij niet meer. Althans, dan gaat hij gewoon vlak. Ga ik hem een beetje meer dit hem doen? Ja. Zo. Dat gaat makkelijkst op die manier. Hier ook een beetje op. Ik wil wel wat van die blaadjes blijven zien. Anders is het helemaal weg. Moet even recht houden hoor. Even zien of ik recht zit. Timmermans oog. Timmervrouw oog. En scheefrecht is ook recht. Nou, dus we zitten nu hier weer, want ik ga hier omhoog. Ik ga hem dus hier overheen laten vallen. Dus ik zit daar natuurlijk veel hoger. Dat denk ik niet dat ik met deze red. Dus ik moet net een stukje dikker, denk ik. Ik ga het even proberen. Ja, want hij gaat hier omhoog. Tuurlijk is dat. Dus het bovenste gedeelte. En helemaal aan het onderkantje ook. Ga ik hem daartussenin nog op laten vangen. Onderaan moet ik hem opvangen. Daar moet ik een klein stukje hebben. Hier aan deze kant. Dan moet ik dadelijk wel even opletten natuurlijk dat ik... Even kijken hoor. Dit. Dan gaat daar een heel stuk af. Om daar aan het onderkantje pakken. Ik heb wel een brede rand hè, van mijn doen eigenlijk. Maar dat komt omdat dit ook redelijk breed is. Dus dan ja, moet je daar wel een beetje op letten. Ik ga een heel klein stukje hier plakken. Dat kan niet te hoog. Ik denk dat ik zo goed zit. Zo plak ik hem er echt helemaal overheen. Ja, dan komt hij er hier over, hè. Zo. Zit ik dan goed? Zit ik dan alles een beetje? Als ik hem van bovenaan recht hou, heb ik eigenlijk redelijk goed. Hij mag er van boven ietsjes buiten steken. Oké. Niet te veel. Ietsje.
wel weer gek, hè? Want normaal gesproken de laatste tijd heb ik alleen maar lives gedaan. En dan zitten de mensen natuurlijk, zitten jullie te kijken. En dan moet ik ook wel heel eerlijk bekennen dat ik ook niet altijd alles lees natuurlijk. Want daar heb ik gewoon geen tijd voor. Maar nu is het weer gewoon echt... oh ja, oké. Ik moet wel door blijven kleppen. Dat is dat niet zo'n punt hoor. Ik geloof dat ik zo wel redelijk goed zit. Nou hoor ik dat ding weer niet meer. Dus misschien was het dan toch, maar misschien waren ze wel aan het jagen. Dat kan ook nog. Gebeurt ook weer hè. Ik had het zielig. Maar ja, ik weet ook. Ik vind het zielig, maar ik weet ook dat het moet. Ik heb het ooit vroeger eens gedaan. Maar de jager is echt niet blij met mij. Toen snapte ik dat eigenlijk nog niet zo erg. Toen was ik heel erg tegen. En toen ben ik in mijn auto gestapt. En waar de jagers bezig waren, ben ik hard gaan tuteren. Ik denk, dan kunnen die haasjes gaan rennen. Heel stom natuurlijk. Want als ze gaan rennen, pakken ze ze. Maar goed. En dan... Nou ja, die kan natuurlijk dan weer hierop. Dus dat is, dan is mijn hele basis is al helemaal klaar. Dan gaan we hem verder nog even een beetje opleuken. Er moet toch nog wel iets van een strik op. Want dat is, ja... Dat hoort er wel gewoon bij, hè? Ook al is het dan voor een man. Dat maakt niet uit. Zo, die komt zo. Komt hij hierop. Nou, dan hebben we toch gewoon een mooie match qua kleuren. Althans, dat vind ik. Misschien vinden jullie hem wel heel somber. Ik vind dat niet. Maar dan moet ik even gaan denken. Want hoe ga ik hem nou verder? Ga ik er een stempel op zetten? Ga ik er zo'n labeltje opzetten qua tekst? Ga ik er geen tekst opzetten? Ja, ik denk het wel. Even zien hoor, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Dit kan weg in ieder geval. Dat is dan weer even geruimd. Want ik heb natuurlijk herfstzakjes. Even zoeken hoor, waar die zijn. Alles staat natuurlijk een beetje door elkaar. Ik heb herfstakken, deze, deze, helemaal leuk allemaal. Ik vind deze toch echt wel de tofste. En nou heb ik, dus ik kan hier nog gewoon makkelijk twee uithalen. Ga ik even doen. Gaan we even doen en dan doe ik hem ook embossen. En dat is dan wel het laatste donkerbruine wat ik natuurlijk heb. Nou, ik zal nog wel meer hebben trouwens. Er zit vast nog wel een... En anders pak ik een iets lichtere tint bruine. Ook dat is niet erg. Nou, ik doe hem heen en weer. Dan hoop ik dat hij hem er doorheen heeft. Als het goed is wel. En dan wil ik hem toch even een bosrandje geven. Want dan komen de nerfjes er mooi in. En ik heb een heel oud plaatje al, wat al eigenlijk bijna kapot gesneden is. Dus dat is veel dunner dan de rest. En dan gaan we even zien. Ik denk dat ik die hier ga laten vallen. Ja. Dat zal hem zijn. Wel aan dezelfde kant komen. Dan heb je hetzelfde kleurtje. Zo. Dus dat is even goochelen met plaatjes. Oh, hij moet niet vergaan. Zo zit hij er nog net op. En net is ook een meisje. Oh ja, dat had ik al aangezet. Dus dat is al heel fijn. En misschien hè, moet ik gewoon daar helemaal niks doen. Soms doe ik het dan linksboven, rechtsonder.
Maar het zou zomaar kunnen dat ik eigenlijk de tekst hier ga zetten. Oh, kijk, nou haal ik hem er al uit. Dat had natuurlijk nog niet gemoeten. Blijft die netjes zitten zo. Maar dit kan weg. Daar hebben we niks meer aan. Dat zijn stroken, die kunnen gewoon weg. Even zien hoor, of die blijft zitten. Ik denk het wel. Ik vind het ook wel leuk om daar die langere rozenbottel, denk ik, dat ik erbij ga gebruiken. Of ga ik de... Moet even kijken. Ik heb ook nog eikeltjes. Of dennappels. Ja, eikeltjes heb ik trouwens ook. Kijk, deze komt dan eigenlijk hier. Dan moet hij niet over het vogeltje heen vallen, want dat vind ik dan weer net niet leuk. Dan zie je niks van zijn koppie. Steekt hij er wel net iets buiten. Vinden we dat erg? Dan doen we een ander zakje. Dan doen we hem zo. Laten we hem een beetje zo vallen. Deze iets lager. Komt wel goed. Of hij komt toch hier. Dat deze gewoon hier komen. Ja. En dat ik daar een andere tak ga gebruiken. Moet ik even kijken, want ik heb best wel langere takken. In die... Dit is een rozenbotteltak. Dan vind ik die op zich ook niet verkeerd. Maar ik had er nog meer, toch? Waar zijn die takjes? Oh ja. Kijk, deze vind ik ook vet. Maar dan moet ik wel een gewone zak ook bij hebben. Wacht even, deze vind ik ook vet. Dat ik die daar doe. En dan een wat groeniger blad. Eronder, zo één. Nou, dan komen we los hoor. Dan gaan alle takken, dan gaan alle zakken open. Dus dat die daaronder valt. Het hoeft eigenlijk niet daar van boven heel erg veel. Ja, yeah, I know what I'm going to use. This one. Want die kan ik knippen. Dus die. En ik had hem nog een kleintje zo. Oh, ik dacht dat ik ook nog een dubbele had. Deze. Deze zoek ik ook. Nou heb ik aardig wat. Nou nog kleur. Want... Die dennappel moet natuurlijk in een ander kleurtje, want anders is het niet leuk. Dan valt hij niet op. Oh, en dat blad kan in het groen, hè? Moet ik even mijn blokje groen pakken? Dat heb ik natuurlijk ook. En dan moet ik wel zeggen, de Christmas Greens is daar het vetste voor, vind ik. Alleen even de achterkant. En dan kan ik daar een lichtere... Ik zou deze kunnen pakken. Oh, wacht. Nee. Of die. Kijken wat er nog meer in zit. Nee, dit niet. Ja, dit is hem. Dat is dezelfde. Maar ik heb hier nog een strookje over. Ik ben wel van de opruimstrookjes. Dus deze gaan we hieruit snijden. En ook de dennetzak. En dat kleine zakje. Dan hebben we die zakjes in het groen. Gaan we doen. We gaan het doen. Ik kan als het goed is allemaal in één keer. Dat moet lukken. Kijk, dan is dat hopsa op. En is ook die strook gewoon weer netjes opgeruimd. Daarom bewaar ik dat. Oh, dus het laatste stukje wordt niet gestanst, zie ik wel. Dat is niet zo'n ramp. Dat trekken we wel los. Nou, dan kan ik hem omdraaien. Schuiven we de andere op. Nou, die is dus mislukt. Maar oh nee, deze hoeft denk ik niet geëmbost. Of wel? Jawel. Dan heb je ook mooiere vormen. Die is ietsjes te kort, misschien niet erg.
Ik hoef ook niet zulke hele lange takken te hebben. Waar is mijn embosmatje? Oh. Help, niemand de deur uit. Ja, nou leg ik alles weer boven op elkaar. Het is hier een puinhoop aan die zijkant. Dat wil je niet weten. Kijk, en dan leg ik even mijn hand erop. Als het goed is, moet hij nou op de goede plek zitten. We gaan het gewoon even zien, hè? Want misschien ga ik die takken toch weer gewoon naar boven doen. Ik weet het nog niet. Ik heb nou een beetje keus. Oh ja, ik had natuurlijk nog die ene dennenappel. Deze. En die moet uit een bruin tint. Ik had ergens een bruin tint. Nee. Dit kan. Kan gewoon, hè? Zie je nou hoe handig al die blokjes zijn? Echte kleurtjes die dan gewoon mooi matchen bij elkaar. Hoppakee. Even snijden. Dus heb je echt allerlei bruin tinten. Je hebt, dit is mijn verkeerde, dan snijdt hij niet. Dit is om te embossen. Nee, ja joh. Gooi hem maar. Oh, dat is misschien ook nog wel, en dat heb ik denk ik ooit wel eens verteld. Er zit zo'n heel klein dun shade dingetje bij. Een sheet. Die sheet heb ik vastgeplakt. Dat had ik toen gezien. Was laatst iemand, ja, wat doe ik daar nou mee? Ik zei, nou, ik heb hem gewoon vastgeplakt. En dan draai ik hem mee, maar dan wel met de sheet naar de binnenkant. Want anders, dan stropt hij op, zeg maar. Nou, ik denk dat ik nou wel genoeg heb. Het hoeft ook weer niet overdreven, hè? We gaan eens even kijken. Even ruimte maken. Oh my goodness. En ik moest nog even wat doen. Ik moest nog even meten. Dat ga ik eerst doen. Deze strook is 5,3 hoog. En dit strookje is 3,6, 3,5. Dan is dat voor jullie ook even helder. Want ik kan natuurlijk ook zeggen. Deze is leeg. Die is leeg. Die heb ik. Ik had nog een kleine. Die had ik ook meegestoken. Oh, hier. Hopla. Makkelijk, joh, die magneten. Ruimen we dadelijk alles op. Eens even zien. Want, kijk, deze kan er mooi overheen vallen zo. Kan hij mooi naar beneden. Ik vind het niet zo erg dat het er iets of wat uitsteekt. Maar het probleem is, als je het dan gaat versturen, dat het dan wel makkelijk stuk gaat. Ja, ik ben er ook nog. Kijk, en ik kan hem natuurlijk iets langer laten vallen. Dan kan hij meer daar. Ja, wat zit ik nou allemaal te miepen? Of ik doe hem zo. Ik heb mijn vogeltje eigenlijk net iets te hoog zitten. Nou, dat is als je gaat beginnen en je gaat maar doorplakken en je let eigenlijk niet op. Maar dat geeft niet, dat komt er wel uit. Het lukt echt wel. Want dan gaan we gewoon even een beetje passen meten. Die komt dan aan die kant zo. Die niet te ver, die kort ik in. Deze maak ik ietsje langer zo. Ik moet alleen even mijn doos met touwtjes pakken. Want ik heb touw zat. Maar ik heb toch liever dat lossere touw. Dus die gaan we er even bij gebruiken. Oh, ik ben al lang aan het videoen. Volgens mij is het niet. Oh, valt nog mee. Ik dacht al dat ik al even kijk. Want ik heb hier witte oranje, denk ik. Maar die matcht wel mooi. Nou, ik denk dat ik die maar moet doen, hè. Deze is een beetje geliger. Ik vind deze top. Dan zal ik dan gelijk even mijn andere pailletten erbij halen. Dat is ook wel niet verkeerd. Zie je, ik ben gewoon hoppakee begonnen. Zo, ineens bas boom dat ik dacht van ja, laat ik even starten.
leuk. En ja, dit hou ik gewoon denk ik een beetje zo in zijn geheel. Zo. Eens even zien hoor. Mijn lijnpatroon is ver op, zie ik. Nou. Als ik deze nou hier laat vallen. En ik doe deze even een stukje afknippen. Misschien, en dan netjes afknippen. Misschien dat ik hem nog wel gebruiken kan, het restje wat ik over heb. Dus als ik dit nou zo weghaal. Dan is die ietsje korter. Is die net wat hanteerbaarder. En dat kan ik nog aan de andere kant zetten. Ik denk dat ik hem dan zo moet pakken. Toch dat bruine zakje daar, hè. Maar dan komt hij er van achter. Ik vind het wel leuk, al die kleurtjes. Ik ga het gewoon doen. Hup, ik plak hem vast. Zo. Komt die er gewoon een beetje overheen. Qua lengte. Ja, weet je, je moet ook eigenlijk gewoon niet te veel nadenken. Je moet het gewoon doen. Dat is altijd wat ik altijd al zeg. Nou, die kan ik wel ietsjes een beetje, een klein beetje vorm nog geven. Dat vind ik wel tof. Dat die ietsje beetje dit doet. Kijk, dan kan hij hier. Kom ik toch niet over mijn vogeltje. Ik kom niet buiten mijn kaart. Dan blijf ik netjes binnen. Nou, die gaat dadelijk. Deze komt daarheen. Ga ik hem gewoon die lengte houden? Hey, ik denk het. Klein puntje eraf. Trekken we er gewoon af. Ik ben bang dat ik nog een lijnpatroon moet gaan zoeken. Had ik deze daar niet achter moeten doen? Onder. Qua kleur. Even zien hoor. Ik kan hem nog wel oplichten, denk ik. Dan ben ik die ook kwijt. Ja, ga ik gewoon doen. Ga ik gewoon nog een beetje achterplakken. Oh. Oh. Zodat je natuurlijk niet te veel van dat lijm ziet. Dat zou wel fijn zijn. Hij moet losser. Hij hoeft daar niet aan vast. Moet ik even mijn pincet. Waar is mijn pincet? Want ik heb hier lijmdraadjes die ik niet wil. Dat heb ik al vaker gezegd. Het is heel apart met deze lijm. Dat haal je zo weg. Nog nooit hete lijm gehad wat je zo weg kan halen. Maar ja, bij deze wel. Ik vind hem ook echt niet fijn. Ik ga ook deze niet meer kopen. Ik kan niet vertellen welk merk het was. Vind ik ook een beetje knullig eigenlijk. Maar ik zou het ook niet meer weten hoor. Moet ik terug gaan zoeken. Mijn bestellijst. Oké, dit komt zo. Gaan we even een leuke strik maken. En dan denk ik. Ga ik daar gewoon een bloem op maken. Of. Pak ik gewoon kant-en-klare bloemen. Ik weet niet of ik nog kant-en-klare bloemen heb in die kleuren. Komt mijn touwtje wel een beetje te veel. Ga ik hem zo zetten. Een beetje raar. Misschien zit hij achterstevoren. Maar dan vallen die krullen er niet overheen. Ja, het toont een beetje vreemd. Maar hij is te groot ook. Ik moet even zien of ik kant-en-klare bloemen heb. Daar ga ik eerst even voor kijken. Ik kan die krullen natuurlijk ook nog een stuk inkorten.
Even kijken hoor of ik dat heb. Of ga ik toch echt voor een zelfgemaakte bloem. Want ik vind dat met dit papier ook niet verkeerd hoor. Ik denk dat ik dat maar ga doen. Ik denk dat ik gewoon een bloem ga maken. Nou kan ik twee dingen doen. Ik vond eigenlijk ook die... Even zoeken of ik die bij de hand heb. Die Craft Lab bloem. Dat vond ik ook een hele gave. Maar ik weet niet of ik daar zo 1, 2, 3 bij kan komen. Dat heb je dat alles gewoon hier op een dot staat. En dat zoekt niet makkelijk hoor. Ik dacht dat ik hem hier nog tussen had zitten. Ja. Dan ga ik toch die denk ik maar doen. Die is wel groot. Maar als ik hem ga frommelen, wordt hij wel kleiner. Dus ik ga even kijken hoe het uitpakt. Ja, ik moet zeggen, ik ben lekker bezig. Ja, daar ben ik ook. Even zien hoor, want dit is voor de grote. De grote en de kleine. Die kunnen hieruit. De andere, ik wil het niet te veel te licht. Nou, snijden we die nog even. Oh, het is wat, hè. Ja, sorry hoor. Maar soms heb je dat, dat je dingen gaat verzinnen. En dan denk ik, oh ja, dat is leuk. Nou, deze hoef ik niet te embossen. Dus die snijden we er zo even doorheen. Want ik ga hem toch opfrommelen. Dadelijk is hij veel te groot. Maar dan pak ik alleen de twee kleinere. Zag je mijn machientje gaan? Als ik mijn plaatjes er doorheen duw, gaat hij al vanzelf rollen. Nou. Hopla, dit kan weg. En dat deed ik op mijn workshop. Ik heb het volgens mij al eens verteld. En die mevrouw die zat te kijken. Wat doe je nou met mijn bloem? Ik zeg mevrouw, als je hem niet mooi vindt, dan is dat geen punt. Dan maken we een nieuwe. Maar ze vond hem toch gaaf. Toen die klaar was dus. Ja, soms moet je even durven met je papier. Nou, dit was de middelste volgens mij. Dan gaan we hem weer uitvouwen. Kijken wat hij eruit gekomen is. Dan is het net een wat echter bloemetje, vind ik. Ja. Een beetje lekker opgefrommeld. Nee, dan denk ik dat ik eigenlijk daar onderaan niet te veel mee doe. Want dan wordt het wel een erg drukke kaart. En ik wil er hem juist een beetje rustiger houden. Wat dan niet gelukt is natuurlijk. En die komt dan daar. Jee. Even kijken, want dan moet hij even op een matje. Is dat makkelijker om aan te duwen dadelijk. Met mijn die. Moet even lijm hebben. Ik kan het met het lijmpistool doen, maar ik vind het dan wel dat je dan van die dikke proppen krijgt. Dus dat heb ik dan weer liever niet. Dus ik doe het eigenlijk liever zo. Komt die daar? Zit daar iets van blauws aan mijn... Die zou ik bijna denken. Oh. Kijk, en nou heb ik ook weer een beetje die wisselende kleuren. En dat komt natuurlijk omdat het papier zo gekleurd is. Wat wel heel vet is. Dan moet ik even kijken, want ik weet niet of ik een passende steen heb voor in het midden. Oh ja, dat denk ik eigenlijk wel. Hij wordt wel een beetje blinkend dan, maar vind ik op zich niet verkeerd. Oh, wacht even, deze zit er ook al een beetje losser op. Nee, die kleur is al goed. Nu nog vastkrijgen.
precies in de midden, zonder dat mijn nagels eraan blijven zitten. Nou, prima toch? Tof bloemetje. En die komt dan daar. Even zien, dit moet ook even weg. Want ik heb, oh, ik pak van alles uit de laadjes en dan heb ik helemaal geen plek meer. Mijn touw moet een beetje hier komen. Ja, ik ga niet de krullen weghalen. Ja, wel, ik ga ze wel korter maken, maar ik ga ze niet de andere kant op. Kijk, ik kan hem die kant op laten vallen, zo. Dat is beter. Nou, die komt dus hier. Ik kan hem nog ietsjes glijden door de lijn. Nou, schetig toch. Dit wordt wel weer een bubbelenvelopkaart. Oh, mijn vogel zit, zijn neusje zit... Ah, kijk nou, hij ruikt net aan de bloemetjes. Zie je? Ah. Met zijn snaveltje. Ik kan ook mijn bloem even draaien. Wacht even. Dat hij daarin valt. Meer een beetje omhoog. Dan blijf je dat vogeltje mooi zien. Misschien als jullie hem namaken dat je je vogeltje ietsjes lager plakt. Het is iets wat makkelijker. Maar het is te doen, hè. Hij zit met zijn neusje in de bloempjes. Nou, wat heb ik nou nog hier? Ik heb hier nog een takje. Ga ik dat hier nog van achter laten piepen? Nou, ik denk het maar wel. Komt hij daar van achter? Om dan toch het groen ook daar weer een beetje terug te laten komen. Anders wordt het al heel bruinig. Tuikjes kunnen daar mooi overheen. Dan heb ik nog een tekst. Hè. Die had ik in het andere blog. Moet ik even kijken hoor. Hier zitten teksten in. En dat is wel heel leuk. Dat zit in dit blokje. En die zitten er eigenlijk in de kleuren in. Zoals de papiertjes zijn. En ik had gedacht, ik maak er gewoon een verjaardagskaart van. Geen wetenschapskaart. Ik heb al zoveel wetenschapskaarten. Dat vind ik nou ook weer niet nodig. Ja, waar gaan we dat doen? Ik kan hem ook toch... Wacht even. Ik kan hem ook hier zetten. Dat denk ik dat ik toffer vind. Of ik zet hem hier. Dat kan ook, maar dan moet ik hem wel even matten op dat bruin. Ik heb gelukkig nog een stukje bruin. Dan maar niet te breed bruin, want dat is dan weer niet mooi. Dan valt dat er weer van achter. Ik krijg er helemaal warm van. Oh, wacht even. Ik had even dit weg moeten halen. Kijk, ik had even beter moeten opletten met mijn randjes. Ga ik dat... Ja, dat vind ik eigenlijk niet mooi, jongens. Nou, dat is, ik heb dit toch over. Even. Doe het even zo. Snij ik hem er een keer af en doe ik hem er nog een keer op. Ik ben mijn naadjes vergeten. Mijn puntjes, zal ik maar zeggen. Hij moet toch ietsje korter, want hij is toch te breed. En dan maak ik hem dus gewoon even helemaal ietsje smaller ook. Dan ben ik gelijk van die dingetjes af, die puntjes. Zo, en dan wordt hij ook nog ietsje korter. Dus dit. Dan past hij waarschijnlijk ook makkelijker, dadelijk. Nou plak ik hem weer op een donkerbruintje. Even zien, even draaien. Ik heb aan die kant heb ik natuurlijk al wat gehad. Oepsie. Ik wil niet te veel lijm knoeien. Je ziet het als het goed is niet hoor, maar... Beter van niet, hè? Zo.
even vastzetten. En die komt dan, ja, ga ik hem toch daar zetten. Maar ik denk het eigenlijk wel van wel. Maar dan moet ik er wel voor zorgen dat hij daar ook een breder stukje heeft. Dus dat hij daar... Zo. Ik denk dat dat te breed is. Ja, dat is veel te breed. Dan moet ik hier ook dat randje hebben. Dat is ook nog te breed. Zoiets. Ja, ik meet dit nooit. Hè. Ik doe dit gewoon op het zicht. Zo. Ben ik gewoon eigenlijk een beetje te lui voor. En ik had natuurlijk ook mijn lineaaltjes kunnen pakken. Dat zitten jullie natuurlijk nou weer te denken. Pak je lineaaltjes. Ja, had ik kunnen doen. Heb ik niet gedaan. Kijk, maar als ik hem nou zo... Dan loopt hij als het ware door. Nou, ik vind dat hij best wel over het vogeltje mag vallen. Jullie misschien niet. Ik vind dat het eigenlijk wel kan. Hier vind ik hem niet mooi. En daartussen gepropt. Dan komt echt alles boven in de hoek. Nee, ik vind dat hij kan hier. Gaat hij net boven over die andere bruine rand? Ik vind het top helemaal. Ja, weet je, als je... Ik kan hem ook hoger doen, maar dat vind ik niet mooi. Ik kan hem ook hier doen. Oh, dat doe ik. Ja. Ik wil even de foamtape nog hebben, dat hij een klein stukje omhoog komt. Aan de achterkant. Anders hangt hij in het luchtleder, hè? Even kijken, welke dikte? Deze? Ik denk het. De dunste. Nou, dan nog een paar pailletten erop. En dan moet het maar weer klaar zijn. Dan vind ik het wel weer welletjes. Ik had er net zo'n poketool. Ja, ja. Dit is toch wel een uitkomst hoor, voor je foam ook. Je prik het er even lichtjes in. Kijk, dus ik had gezegd, dan ga ik hem hier laten vallen. Hè? Oh ja, als ik hem nou om die kant mee laat lopen... Zo. Prima zo. Zal ik hem ietsje hoger doen? Oh, erg hè. Nee, niet doen, Ko. Gewoon laten zitten. Prima. Toppie. Happy birthday. De pailletjes nog. En dan zijn we klaar met ja, eigenlijk de vrij simpele kaart. Ik wil hem nog wel even met een beetje goud bespetteren. En daar hebben we de, nee, dat is de gel pen. Deze voor. Je ziet, hij ziet er nou niet uit. Maar dat komt goed. En ik had nog een paar pailletten. Ga ik voor die donkere? Of wat meer dit? Wat meer dit gaan we pakken. Zo, zat. Even kijken, want ik vind het altijd makkelijker dat er een paar liggen. Want er ligt een paar goed. Ik kan ze echt her en der even wegzetten. Maar ik wil er ook even een paar tussen mijn... hier van achter laten komen. Hopla. Even niks aan doen, dat hij vast gaat zitten. Dan kan dadelijk dat lijmdraadje eraf. Deze zet ik met lijm vast hoor, want anders dan ben ik bang dat het een zooitje wordt. Doen we er twee, dan heb ik er drie in het zicht. Nou, ik zeg, kom maar op, jongen. Heel lang niet gebruikt en ik vind het toch gewoon wel heel tof. Ik breng net een beetje bling bling aan je kaart. Daar ga ik het touwtje ietsje van inkorten.
Als ik een goede schaar kan vinden, want dat zijn allemaal verkeerde knipscharen. Nou, dat kan ik met deze doen. Wacht even. Anders zijn ze te veel van hetzelfde van lengte. Die vind ik op zich gewoon leuk, maar ietsje korter zo. Nou, ik vind het wel prima zo. Even spetteren. Even het gereedschap aan de kant, want dan zit echt werkelijk alles eronder. Dat is ook niet iets wat ik wil. Die kan uit. Oh, dan zit ik alles op te ruimen, maar dat moet natuurlijk niet. Oh, ik had daar ook nog een groen zakje. Ga ik dat nog gebruiken? Nou, nee, eigenlijk. Nee. Nee, dat. Nee, dat ligt niet. Dat slaat nergens op. Doen we niet. Oké. Okay. Even een beetje gouden spetters. En dit valt niet zo heel erg op, maar dat moet ook niet. Dan is het net of het een beetje zilverachtig is. Oh jeekes. Zie je, nou krijg ik de gouden. Op die bloem vind ik dat wel heel leuk. Maar ik hou niet van die hele grove. Het moet niet overdaad zijn. Ik vind het prima zo. Kijk, nou wat een boeltje. Ik ga hem natuurlijk even gelijk opruimen. Want anders dan krijg ik het er dadelijk zo lastig af. Want het is... Ja, dat gaat er wel af. Maar waarom zou ik lang wachten als het sneller kan? Hè? Nou jongens, dit was hem dan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb weer een mooie herenkaart erbij. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!